Welkom op deze tweede kerstdag. Het is eigenlijk de feestdag van de heilige Stephanus. Stephanus was een van de eerste diaken in de kerk. En hij werd vanwege zijn geloof en vertrouwen in Jezus gestenigd. Hoe kon dat zo ver komen? Want Jezus' boodschap was toch duidelijk. Licht, warmte, liefde. Niet de tegenstellingen tussen mensen aanwakkeren, maar bruggen bouwen, verenigen. Dat wilde hij. Doch mensen begrepen hem vaak niet of begrijpen hem nog steeds niet. Ze zagen niet wie hij was. Nog erger, ze voelden zich door hem bedreigd. Want zouden zij zijn boodschap aanvaarden, dan had heel veel in hun leven moeten veranderen. Daarom probeerden ze letterlijk de boodschapper van zijn boodschap, Stephanus, dood te slaan. Het is de hardheid van mensen die Christus' boodschap stuk wil maken. En Stephanus hebben ze letterlijk met harde stenen dood gegooid. Om de mildheid van Christus te verstaan en bij jou binnen te laten, moet je hart en verstand zachtmoedig gestemd zijn. Maar dat waren juist de mensen rondom Stephanus niet. Hun verstand is verhard, hun harten versteend. Dat is een gevolg van de haat en de boosheid die in hun leeft. Stephanus daarentegen heeft zich de zachtheid en de mildheid van Christus eigen gemaakt. En deze zachtheid en mildheid zijn geen tekenen van laf zijn, soft zijn of zelf medelijden hebben, maar tekenen van liefde. En dan komt het, want deze gezindheid van Christus is uiteindelijk altijd harder dan de zonden waarmee de stenen op Stephanus worden geworpen. Ze vallen als het ware op Stephanus te pletter. Hij verliest weliswaar deze wereld door de lichamelijke dood, maar wint Gods heerlijkheid voorgoed. Dat is het goddelijke licht, dat voor iedereen die Christus volgt, altijd uiteindelijk is weggelegd. Zalig Kerst.